was een meisje die op mij verliefd was. Paul, wie van de 50? Die zei tegen mij, ik vind je zo spetter. En dat is de titel geworden. Dat was uw eigen vrouw? Nee, dat was niet mijn vrouw, maar die vond het wel een goede titel, ja. Zegt één woord, die film, heftig. Het is een heftige film. Ja. Want de reacties, die kloppen wel. Er zijn hele heftige reacties opgekomen. En dat beschouw ik nog steeds als een compliment. Ik ben Steven Spielberg. Ik wilde met Paul werken. Werd ik na Soldaat van Oranje. En toen hij deze film had gezien, had hij meteen zoiets van: wat is dit voor een vieze man? Daar kan ik niks meer te maken. Ze hebben een script gekocht, die Amerikanen later. Ja, ze hebben wel het script gekocht, maar niet gemaakt. Nooit gemaakt. Hoe durf je? Misschien dat ik dat toen ook wel opgeschreven heb, want ik was gek op aantekeningen maken in scripts. Van hoe durf je? Ik vond me toch leuk? Leuk, ja. Ach jongen, wat heb je nou te bieden? Een loontje van niks en een toekomst van niks. Kom nou. Alsjeblieft, nog even dat. Ja, ik zie ze komen. Voorop ligt Gerrit. Dat is Gerrit. Hij is los, totaal los van zijn complimenten. Ik heb best wat te bieden. Oh ja? Wat dan? Weet ik niet. Ik weet alleen dat ik je een geweldige meid vind. Kom maar terug als je wel wat te bieden hebt. Er is nog nooit zo cynische film gemaakt over de werkende klasse, waarin het ideaal van de werkende klasse blijkt te zijn een snackbar te bezitten. Die meid denkt alleen maar aan centen. Het is gewoon een kassa. Ach, Bart, mens. Smeren mannen, die kassa met een kut. Ik vond het toen een walgelijke film. En nu? Nu vond ik hem aandoenlijk. Jeugdsentiment is dit. Ja, het eerste grote gebeuren. Toch was het voor mij tenminste. Ja, voor mij eigenlijk ook hoor. Nou, ja? Ik had natuurlijk pastorale gedaan al. Maar nou, sowieso de films van Paul hebben een soort hoofdvorm van intensiteit, toch? De manier op die werkt, de manier waarop die is. En het plezier waarmee hij wil choqueren en provoceren, weet je, dat je toch, ja. Je bent met Paul altijd toch wel bereid om je helemaal te geven en erin te storten en zo. Dus, ja. En zo, en dan die jonge groep bij elkaar. Het was, ja, ik heb niets anders dan leuke ervaringen, moet ik zeggen. Ja. We beginnen boven, want daar is eigenlijk de hoofdlocatie van Rien, Hans van Tongeren. Die ongeveer een jaar nadat de film beëindigd was, zelfmoord heeft gepleegd, helaas. Ontzettend groot. Nederlands talent. Ja, fantastisch, Johan. Waar gaat Spetters over, meneer Soeterman? Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je inderdaad echt aan de scenario schrijven, want daar ben ik nog nooit achter gekomen eigenlijk. Nu, hè? Ja, het is een sprookje. Het zijn drie prinsen, de oude constructie van drie prinsen. Of drie edelen die op zoek gaan naar de prinses. En toen dacht ik, ja, maar het speelt in deze tijd. Dus de prinses, wat kun je nou verzinnen? Wat absoluut de tegenstelling tot een prinses is. Dat is een meisje dat in een frietkraam staat. En drie prinsen zijn gewoon drie jongens die werken. Sprookje. Een sprookje. De opvatting dat de film een modern sprookje zou zijn, vind ik wel geestig. Is natuurlijk ook weer een heel sarcastische definitie. Omdat een sprookje ook altijd goed afloopt en het kwaad gestraft wordt. En dit juist een film is waarin het kwaad op zijn minst een flink aantal overwinningen behaalt. Welkom, Paul. Spetters. Waar gaat het over? Spetters zijn, het is een dubbel woord, hè. Spetters is wat alles wat uit elkaar spat. De mensen, laten we zeggen, wat er met die mensen gebeurt, is ook niet allemaal even florissant. Dus er gebeurt nogal wat onaangename zaken, maar ook wel lieve dingen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar spetters is natuurlijk ook jongens en meisjes die er heel goed uitzien. Dat is een beetje een woord dat gebruikt wordt. En die dubbele functie zit in de film. Het is een film die tamelijk agressief is, maar waar je eigenlijk vertelt over een aantal jonge mensen die eigenlijk iets zoeken in het leven. Hè. Ze willen eruit breken. Hoe gaat het schrijven in het werk? Ja, Gerard, ze hier, nou, moet luisteren, begint hier met dat boek.
Nee, het begin van alles was een collega van mij op de NOS. Een boekhouder die een zoon, die twee zoons had. En een van die zoons die reed zichzelf te pletter. In een bos. Die zat op een bromfiets en die had geen helm op. En toen kwam er in dat bos, het was in de buurt van Hilversum, kwam er een auto aan. En die reed de jongen op het bospad dood. En dat maakt een enorme indruk als dat een collega van je is en die verliest een jongen, een zoon op, als die een jaar of 16 is. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest voor de hele film. Het verdriet van die man toen zijn kind werd doodgereden. En dat is blijven zitten. Dus hebben we gedacht van, moeten we nou toch doen? En hoe kan dat nou toch? En als het over sport gaat, dus de manier om omhoog te komen. En toen zijn we ook... Maar toen hebben we het laten liggen omdat we het gingen uitzoeken en te treurig vonden. Het onderwerp. En langzamerhand, als je dan met andere dingen bezig bent, dan blijkt in je hersens blijkt zoiets door te werken. Althans, door te draaien bij mij. En toen is er steeds meer aangeslipt. En na Soldaat van Oranje was het dan eigenlijk zover dat we dat... Dat ik dat kon opschrijven. En toen heb ik een heel dikke synopsis gemaakt, misschien van 100 bladzijden. En met Paul er steeds over gesproken, want het gaat zo tussen ons. Ik stel iets voor, of Paul stelt iets voor. Ik denk dat is wat, of dat is niks. Ik stel iets voor, Paul denkt dat is wat, of het is niks. En dan is het net pingpongen, noem ik dat altijd. Het gaat maar steeds heen en weer tussen ons. Als het script klaar is, wordt er een subsidieverzoek ingediend bij het Productiefonds voor Nederlandse Films. Dat indertijd bestond uit 3 kroonleden en 3 leden uit de bioscoopwereld. Arnoud van Delen is het enige nog levende lid uit die tijd. En weet nog wat hij dacht toen hij het script voor het eerst las. Shit. En ik ben het shit blijven vinden tot het bittere einde. Anders dan de overige bestuursleden die stuk voor stuk omgingen, maar daar komen we nog wel op. Ik vond het oppervlakkig, ik vond het clichématig, ik vond het commercieel, vooral commercieel. Maar dat had ook te maken natuurlijk met de voorgeschiedenis van de heren Soeterman en Verhoeven. Als je in Nederland 20 films hebt gemaakt, of 10 of 5 zoals Paul en ik, maar die tot de succesrijkste van de Nederlandse filmgeschiedenis behoren, waarvan 1 tot de film van de Nederlandse film is uitgeroepen. De tweede film stond op de tweede plaats. Dan moet je voor die mensen die dan je collega's zijn en die het allemaal zo goed kunnen en die bijvoorbeeld een film maken van 2 of 3 miljoen gulden en dan 1500 bezoekers trekken, dan worden die mensen die worden uitgekozen om jouw script te beoordelen en dan ga je gewoon, dan word je in luiers gezet en dan met je kale kop of niet. Succes of niet, dan moet je helemaal overnieuw beginnen voor een miserabele 500.000-600.000 gulden. 18 december 78. Ik noem er een paar. Wiegel zegt onwaarschijnlijk, commercieel. Nijland zegt alles is te zwaar aangezet. Van Delen merkt op dat alles clichématig is en aan de buitenkant is gebleven. Voorzitter Anton Kornhaus vindt dat het hele scenario van een vervalsing getuigt. Het is alles nodeloos gedoe. Het script was dus fout omdat het smerig, vuil en whatever was. En Joop van den Ende was niet goed genoeg natuurlijk, omdat hij eigenlijk helemaal niet van het vak was. Dus er was genoeg redenen voor die mensen, natuurlijk een stelletje esoterische aandoende intellectuelen, om te denken van dat kunnen ze wel weigeren. Daarnaast speelt natuurlijk mee dat het feit dat je succes hebt in Nederland sowieso niet een groot voordeel is, nietwaar? Hoe meer je er bovenuit steekt, hoe meer ze geneigd zijn je kop eraf te hakken. Om de lieve vrede te bewaren, zei uiteindelijk de 3 mensen door het bestuur van, door de minister benoemd, nou vooruit. Laten we eens kijken. Besluiten de voorzitter en de secretaris praten nog eens een keer met het duo. En onder andere zal worden gezegd, behalve dat het bestuur het een niet zo lekker script vindt, probeer nog eens op een aantal punten die wij vooral vervelend vinden, wijzigingen aan te brengen. We zouden die film, dat script gaan verdedigen bij die Koolhaas. En die Koolhaas, ik weet niet of die zijn eerste of zijn tweede beroerte had gehad, maar die zat daar. In ieder geval helemaal helder was die volgens mij niet meer. Toen zaten we daar, Joop van den Ende in een keurig pak. Paul in het op dat moment... Ik hoor hier niet bij. Paul in het pak wat hem op dat moment het beste leek. Hij zal wel met iets bezig geweest zijn en hij trekt altijd
Hij neemt altijd de schutkleur aan. Dus als hij met spetters bezig was, dan gaat hij leren jasjes dragen. Of leren jacks dragen. Ja, ik dacht dat we op het gras zouden draaien. Daarom had ik groen aangetrokken. En ik zat daar in een semi-keurig pak. En daar zat die koolhaas. En die begon dus over dat script te praten. En dat had ik nog nooit van Paul gezien. Ik ken zijn emoties wel. Maar Paul trok een gezicht van... Ik dacht, als ik nog een seconde en hij begint te huilen... En dat zou ik heel vreselijk gevonden hebben. Maar Van den Ende zat daar... Godverdomme, hoe durf je die mensen die zoveel hebben gedaan... Hoe durf je dat af te kunnen? Godverdomme dit, godverdomme dat. En zo was die koolhaas natuurlijk. Nee, dat was wel fantastisch. Dat was zo mooi wat Joop deed. En ik dacht later, wat een vreselijke situatie loop ik in... En wat een emoties kom ik in terecht. Want daar hou ik niet van vreselijke emoties bij anderen. Wel om het op te schrijven, maar niet om het te zien. En toen liepen we naar buiten. En die heren die trokken allebei een gezicht. Want dit is het gewoon. Dus het toneelspel is het gewoon. Nou, dat is het gewoon van de wereld. Nou, nee hoor. Vind ik niet. Zijn emoties, daar schaamt hij zich. Nee, helemaal niet. Niet voor. Nee, dat zei je toch? Nee, maar van het einde was toneelspel. Laat zeggen we over die tranen dus gesproken. Je weet dat er ook in het Nieuwe Testament één keer staat Jezus huilde. Niet waar? Dus bedoel, dus niks op tegen natuurlijk om te huilen. Kom maar langs, joh. Het was dus eigenlijk zo dat toen Joop van den Ende... Ik was geschokt door Koolhaas natuurlijk, toen hij zei... En het is een hoer! Alsof we dat niet allemaal zijn natuurlijk. Maar goed, toen... Ja, tuurlijk. Maar dat is geen verschil natuurlijk. En trouwens, de hoeren gaan eerst het Koninkrijk Gods binnen. Dus bedoel, wat dat betreft kan Jezus, je best... Jij kan wel in de rij gaan staan achteraan, want je komt er voorlopig niet in. Maar... Het is natuurlijk zo dat Van den Ende toen niet alleen dat hij godverdomme zei, maar hij sloeg met zijn vuist zo hard op die tafel, met een enorme klap, god! En Koolhaas, die ging met stoel en al een halve meter achteruit, trok helemaal wit weg. Niet dat het hielp natuurlijk, maar het was zo. En toen sprongen de tranen in de ogen, vanwege Joops gedrag, vanwege Joops eerbied. Voor wat we hadden gedaan. Terwijl je bij Koolhaas alleen maar iets kreeg van totale verwerping natuurlijk. En dat was het mooie. En dat was een moment, dat is wat je zou moeten noemen, dat is een moment van grote diepte dus. Uiteindelijk besloot men, duo, om het script op sterk verzoek van het bestuur om dat aan te passen. Uiteindelijk hebben we het script omgeschreven en alle vuiligheid, althans wat zij vuiligheid vonden, eruit gehaald. En toen heb ik het daarna gewoon het origineel gedraaid. Wat me niet in vreugde is afgenomen door het fonds. Zachte orgelklanken. De melodie van een psalm. Even staat stil. Enzovoort. Nou, als hier niet het doorsnee bestuurslid tralen van in zijn ogen krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Maar dat waren dus gevoelige passages, waar eerst seks en keihard geweld en verkrachting en weet ik veel. Dat was dus allemaal prachtig. Een familiecomedie, bij wijze van spreken. Ja. Die blauwe pagina's, dat hebben ze toegevoegd om het filmfonds mild te stemmen. Ja. Het gedrag dat ik ten opzichte van het fonds heb gehad, om ze te belazeren met een script, vind ik volledig rechtvaardigd. You know? Dat is guerrilla-tactieken tegen in een oorlog. Het duo heeft zich geen pest aangetrokken van die wijzigingen en is gewoon eens op het originele script verder gegaan. Nou, dat is dus... de zaak bezwendelde bij het leven. U kijkt er helemaal niet van op? Nee. Nee, zeker niet bij Verhoeven en Soeterman. Van wie je weet dat die overal scheid in hebben. Aangezien in de oorlog en liefde alles is geoorloofd. Met name terrorisme en guerrilla-tactieken zoals de Russen in de Tweede Wereldoorlog danig hebben bewezen. Vind ik in dit geval volledig rechtvaardig om die mensen met welke middelen ook te bestrijden natuurlijk. En niet de middelen die zij verwachten dat je gebruikt. Maar de middelen die ze niet verwachten. Want je moet ze onderuit halen natuurlijk. Zeker dat schandelijk stel dat daar zat.